Tamara Kassiman, we zijn vandaag in Veen. Het EK U17, de elite ronde, is begonnen. Jullie hadden vandaag een moeilijke tegenstander, denk ik, hè, Portugal. Het was geen eenvoudige wedstrijd. Nee, zeker en vast niet. Je merkte goed genoeg van dat Portugal ook technisch heel onderlegd waren. Ze zijn heel gevaarlijk met hun lopende spelers en waren ook heel efficiënt. Ja. Eerste helft gelijk opgaand, niet zoveel kansen. Jullie hebben een goed schot, denk ik, van Carlijn Knapen. Tweede helft, Hanna Eurlings komt in, heeft ook bijna een kans. Maar in de tweede helft dacht ik, Portugal was iets misschien volwassener en ook in de manier van spelen. Ja, ik denk eigenlijk de grootste kans in de eerste helft was eigenlijk Jarne Teulings die alleen stond en probeerde de bal nog eigenlijk te plaatsen. Ja, Carlijn die op de deklaat shot, ja, dat is natuurlijk een trap bij de tweede lijn en ja, dat is nu eigenlijk geen open doelkans. We hebben er niet veel weggegeven, zeker niet in de eerste helft hadden we de controle. De tweede helft is eigenlijk Portugal iets meer volwassen en iets meer sneller gaan rondspelen, waar wij dan wel meer de moeite hadden. En we krijgen ook de tweede goal binnen, maar dat we eigenlijk alles op alles zetten, dat is ook logisch uiteindelijk. Je moet iets forceren langs de ene kant. Dus die 2-0 kunnen nog zeggen overdreven. Maar langs de andere kant, ja, de eerste goal dat ze maken was heel mooi uitgespeeld. Een lopende speler die heel mooi afwerkt. Ja, ja. Het vervolg is maandag al. Jullie spelen meteen dan tegen Roemenië en daarna ook nog tegen Nederland. Opnieuw een derby, de lage landen, met de U17 dan wel. Hoe zie je dat vervolg nu? Wordt het moeilijk om die meisjes terug op te peppen voor die matchen? Misschien eigenlijk juist nu dat het goed is dat we Roemenië spelen, toch altijd een iets minder land langs de ene kant, maar ook wel een heel stugge ploeg. Want ik vergeet nooit niet, in Servië hadden wij 90% balbezit en we zijn toen ook verloren met 1-0. Maar langs de andere kant, ik denk dat we ons zeker moeten motiveren. Het is een Europees kampioenschap, een elite ronde en dan moeten we voor elke punten gaan. Je weet nooit niet wat er kan gebeuren. En enkel de eerste gaat door en dat is wel een feit, waar dat Portugal nu misschien al voor staat. Maar alles is nog in onze eigen handen, dus moeten we ervoor gaan. Ja, het lijkt een vier ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Dus vandaar dat je misschien moet elke match voluit gaan. Ja, dat is wel correct, denk ik. Je ziet ook in andere groepen waar dat bijna uitsproken, bijvoorbeeld Frankrijk, volgens mij de groep gaat winnen. Maar dat hier, ja, zowel Nederland, Portugal, zelfs wij uiteindelijk, dat eigenlijk alles nog in onze eigen handen is, sowieso. Oké, ik dank je en veel succes voor het vervolg. Ja, dank je wel, dag.